Voor het Oud-Nederlands moeten we het stellen met enkele losse woorden en zinnen. Maar uit het volgende taalstadium, het Middelnederlands, zijn er heel wat meer teksten beschikbaar. De term Middelnederlands verwijst naar de middeleeuwse dialecten, die de voorlopers waren van het huidige Nederlands. In de rest van dit college gaan we in op enkele belangrijke linguistische eigenschappen van de Middelnederlandse taal. Zo zullen we de Middelnederlandse literatuur. Die in andere colleges aan bod komt, beter kunnen begrijpen. Die ziele woont in de lichaam overal al dat bloed is. En dat daar het bloed niet in is, daarin blieft die ziele niet. Dat is te weten in tanden, in nagelen, in haar. En in deze steden en woont die ziele niet. En de eest dat deze zulk stond zweren en de weet doen, dat ze daarom dat hare wortelen gerenend bloed, maar die ze sniet, of kort, zo en gevoelt men daar niet. Deze tekst klinkt tegelijk vreemd en vertrouwd in de oren. Het gaat hier om een fragmentje uit het 14e-eeuwse boek van Sidrak. Dit is een didactische tekst die ons in de vorm van een vraag-en-antwoordspel informatie aanreikt over de middeleeuwse kennis van mens en wereld. De meest uiteenlopende thema's worden behandeld. Kosmologie, aardrijkskunde en biologie. Maar ook morele kwesties en omgangsvormen, het komt allemaal aan bod in de CITRAC. Het stukje over de ziel dat zo net werd voorgelezen, is bij beluistering redelijk eenvoudig te begrijpen, ook al zijn we niet meer vertrouwd met alle woorden in de tekst. Op de vraag waar de ziel in het lichaam woont, luidt het antwoord: De ziel is overal in het lichaam waar het bloed is. En waar het bloed niet is, dat wil zeggen in de tanden, in de nagels en in het haar, daar is de ziel niet. Mocht het op een gegeven moment gebeuren dat tanden, nagels en haar zweren en een pijn doen, dan komt dat doordat hun wortels het bloed raken. Maar je voelt geen pijn wanneer je bijvoorbeeld je nagels of je haar knipt. De spelling zorgt wellicht voor meer problemen. Zo valt onmiddellijk op dat de combinatie O plus E, de O in het moderne Nederlands, in het Middelnederlands ook werd gebruikt om een o weer te geven. De klinkers in bloed en woont worden dus op dezelfde manier geschreven. En zo zijn er nog wel een aantal eigenaardigheden in de tekst aan te duiden. Inzicht in de Middel-Nederlandse taal is daarom belangrijk voor een goed tekstbegrip. We beperken ons hier tot de belangrijkste verschillen tussen Middelnederlands en Modern Nederlands.